Dan Afghanistan. Door de Taliban. 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 Het gaat er heel veel over. De gewelddadige groep is nu 2 jaar aan de macht in Afghanistan. En in die 2 jaar is er veel gebeurd. Zo'n 30 jaar geleden was het oorlog in Afghanistan. Verschillende groepen wilden de macht. Maar de Taliban waren de sterkste. Zij werden de baas en bepaalden de regels. Uiteindelijk lukte het militair uit andere landen om de Taliban weg te sturen. Maar nu is het ze gelukt om opnieuw de macht te grijpen. Toen de Taliban de macht overnamen, deden ze allerlei beloftes. Het is belangrijk voor ons om take all the necessary measures for the security of people. Maar daar bleek niks van waar. Vanaf het moment dat ze de hoofdstad Kabul binnenkomen, ontstaat er paniek. Mensen willen weg omdat ze bang zijn van de Taliban, maar niet iedereen kan mee. En dan gaat het steeds slechter en er komen strengere regels, vooral voor vrouwen en meisjes. Ze mogen niet meer naar buiten zonder hun gezicht te bedekken. Meisjes mogen niet meer naar school. En schoonheidssalons moeten sluiten. Dat was voor veel vrouwen een veilige plek waar ze met elkaar konden praten. Omdat veel landen het niet met de Taliban eens zijn, willen ze geen zaken doen. Ook daarom gaat het niet goed met de economie in het land. Veel mensen leven in armoede. Het is gevaarlijk, maar er zijn toch vrouwen die durven te protesteren tegen de strenge regels. Kushi blijft dus volhouden, ook na 2 jaar Taliban.